De twee boeken. KBS De Werft zit in de bus op weg naar het Breda's Museum voor een speciaal tentoonstelling over Breda in 2020. Nog niet helemaal, pootje kaal, zijn er bijna, zijn er bijna. De bus zette de kinderen vlak bij het museum af, zodat ze geen meter extra hoeft te lopen. Ja, kom jongens, een beetje opschieten. Kijk, daar is het museum, zie je het? Ja. Mooi hè? Nou, oeh, ja, kom, wat zijn er? Kijk, hey, daar is de bus al. Ja. Had gelukkig heel de N niet moeten lopen. Je hebt gelijk. Hey, zijn jullie de groep van KBS De Werft? Ja. Zijn wij dan? Lopen jullie maar even mee naar de bibliotheek. Oké. Willen jullie soms een heel bijzonder boek zien? Ja. Natuurlijk. Ja, Breda in 2020. Of Breda in 2020. Ja, begin maar met Breda in 2020. Ja. Doe maar een leuke kleurrijke boek. Ik hou niet zo van donker. Ja, ik doe mee. Ik vind donker wel mooi. Leuk. Zo. Wow. Hey, waar gaan jullie naartoe? Wij gaan naar Nieuwe Haven. Ja, om te zwemmen. En jullie? Wij gaan naar de snoepwinkel. Het is woensdag en dan is het gratis snoepdag. Ja. Oh ja. Dat was ik helemaal vergeten. Maar wij gaan maar vlug. Ja, want anders zijn alles lekker. Oké, alles. Doei. Hoi. Hoi. Hoe doen dan met die krant? Het is woensdag, het is gratis snoepdag. Ja, echt. Mm-hmm. Wat heb jij daar? Oh, een blaadje. Ik heb het gekregen van mijn oma. Uit welk jaar? 2008. Oei. Dus verder? Het is echt vreselijk erg. Kijk die jurk. Het groene boek van Breda in 2020 was heel leuk en vrolijk. Gratis snoep, mooie weer, zwemmen in de haven. Het zag er heel goed uit. Heb je het gezien? Ja. Chocola. En zo, willen jullie nou eens kijken in 2020? Daar heb ik het net al wel gezien. Ja, maar dat is de andere. Wow, die ziet er vet uit. Het andere boek was al gelijk veel minder leuk. Mensen zagen er vies uit en begonnen gelijk met elkaar te vechten. Doe normaal! Heb je die niet soms? Doe normaal! Doe normaal! Hallo! Waarom bemoei jij jou nou mee? Wat heb ik hier gewoon? Het is mijn straat! Het is mijn straat! Het is mijn straat! Ja, bemoei je me niet! Hallo, laat ze vechten, jongen! Ja, ik heb net de keuken proberen te opruimen, maar... Sta niet zo in de weg. Ach, doe normaal. Maar laat me nou maar even uitpraten. Ik probeerde het echt op te ruimen, maar nee hoor. Er lagen overal dode ratten. Niet normaal. En die heb je vast in mijn bed gelegd. Oh, trouwens. Je brengt me op. Wat een goed idee. Dut. Zo, je hebt lekker die 15 dode ratten in je bed gelegd. In mijn bed? Jemig zeg. Nu je het over water hebt. Ik zie water. Nee. Water? Is het weer vloed, oh, hè? Nee. Dadelijk komt de stroom te boeren weer. Okay. Beetje bukken dan, hè? Ja. Natte voeten. Hij komt. Shit. Natte voeten. Mijn sokken. Eeuw. Gelukkig is maar 2 uur vloed. Trekt daar altijd weer. Ja, vroeger hadden ze helemaal geen eb en vloed. Dan had ik daar wel eens willen leven. Toen hadden we echt geen last. Ja, toen had iedereen een Nintendo, maar dan ook echt iedereen. Het was een vreselijk verhaal en maakte de kinderen ongerust. Ja, en zo ziet het eruit als we geen goede keuzes maken. De mensen die wonen nu op een kleiner stukje land en het water wordt steeds hoger. Onze leven wordt verpest. Straks zou er ook een leven en lopen we allemaal... Nu moesten de kinderen terug naar school. Zouden ze weer met de bus gaan? Kom jongens, de bus staat al te wachten. De chauffeur staat achter het stuur. Nee, wij willen helemaal niet met de bus. Hoezo niet? 10 kilometer, dat is toch niet zo ver? Dat kunnen we net lopen. Ja. Oh, ja, ik vind het goed. Nou, kom op, dan gaan we lekker lopen. Ze besloten het milieu te sparen en gewoon terug naar school te lopen. In plaats van de bus te nemen.